Beste kijkers, welkom weer in een aflevering van Anwar. Vandaag zijn wij lekker bezig in Amstelveen. En naast mij heb je een mooi geveltje die wij heel erg strak gaan bekleden met James Hardy planken. Deze planken zijn van cementvezel planken. Super strakke planken. Je kan dus daarmee heel snel je gevel heel erg mooi bekleden. Dus vandaag ga ik je kleine tips en trucs laten zien hoe je zelf je eigen geveltje op kan pimpen. Dus laten we gelijk starten. Is dit geweldig, jongens? We gaan nu beginnen met het startprofiel. En je kunt je startprofiel waterpas stellen, maar daar moet je wel zeker van zijn dat je kozijn ook allemaal waterpas zit. Dit is een wat een oudere gevel, dus je ziet gewoon dat niet alles waterpas staat. Dus mijn advies is eigenlijk dat je bepaalde visuele lijnen gaat meten of pakken. Ik zie hier dus deze kozijnen, we hebben hem al gemeten, hij is niet helemaal waterpas. Dus als wij onze startprofiel waterpas stellen, dan lijkt er uiteindelijk of onze gevelbeplating scheef zit. En dat willen we niet, dus wat we gaan gewoon doen, we gaan meten gewoon vanaf dat punt daar naartoe en van dat andere punt meten we daar naartoe en we zetten hem gelijk met deze. Zo lijkt hij dus gewoon waterpas. Je ziet dat hier eerst lood is aangebracht en dat is natuurlijk gewoon perfect, hè? Zodat het water wat eventueel achter kan komen, dat het gewoon afgevoerd kan worden. En dit is het profiel, we houden hem een centimeter omhoog, hè, op deze wijze, zodat we een goede ventilatiekier hebben. En dan gaat het allemaal goed en je kan er jarenlang van plezier van hebben. Maar dat geldt voor alle gevelplaten. Je moet altijd goed ventileren. Het is niet alleen maar isoleren, maar ook ventileren. Het vocht moet eruit. Daarnaast kun je heel veel andere verschillende hoeken. Stel voor dat je een binnenhoek hebt of een buitenhoek hebt. Zij hebben heel veel profielen, heel veel hulpstukken die je leven echt een stuk makkelijker maken. Dus check even de documentatie wat ze hebben, want ze hebben echt super goede hoekjes. Gewoon super handig. En deze profiel kun je op twee manieren bevestigen. Je kunt hem dus schieten met deze pistool en je kunt hem natuurlijk ook gewoon vastschroeven. En gaan we ervoor kiezen om hem gewoon vast te schieten. En dat is gewoon super snel. Op de kopse kant, hè, moet je EPDM band aanbrengen en dat kun je op twee manieren doen. Je kan hem eerst hier een laag brengen, dus van boven naar beneden en dan komen de planken er overheen. Of je kan bij elke plank eentje plaatsen, zodat je steeds er overheen gaat. Ik laat je zo meteen zien wat ik daarmee bedoel. In deze situatie kiezen we ervoor gewoon om de band helemaal hier te plaatsen. Ik zou RVS niet te gebruiken. Je kan normale nietjes gebruiken, maar dat zou ik niet doen, want die gaan roesten. Het mooie van deze James Hardy plank is dat je hem gewoon met de afkortzaag heel netjes kunt afzagen. Let wel even op dat je wel de juiste zaagblad bij hun bestelt, want anders werkt het niet lekker. Anders is het hartstikke zonde voor je blad. Want ze hebben dus een mooie blad hebben ze ervoor en dan kun je dus heel netjes mee zagen. Nou, dit moet hem zijn, jongens. Kevin! Ik ben nu bij Potmeijer. Ik ga de kleursamples halen. Maar eerst... Hey, Anwar. Hey. Heb je die dingen klaargelegd voor me? Ja, ik heb spullen voor je klaargelegd. Dit zijn alle kleuren van James Hardy? Ja, zeker. Ja. Kijk eens, Abdou. Lekker bakkie koffie. Oh, ik word bijna van mijn sokken hier gereden. Koen die moet zo meteen de kleuren uitkiezen, zodat ik het kan bestellen. Oh, kijk. Oh, dat zijn wel hele mooie kleuren dit. Oh. Dit is, oh ja, dit is een beetje potloodgrijs, anthraciet. Oh, ja. Even kijken, volgens mij hebben ze nog meer. Even kijken. Oh ja, kijk eens. Oh, ze hebben aardig wat kleuren hoor, hé. Oh. Mooi, hè? Oké. Okay. Ja. Ja, laten we gaan opdoen. We zijn al een beetje te laat. Nou, dit zijn de plankjes. Het is wel belangrijk dat je deze James Hardy planken droog bewaart. Ga ze niet vol in de regen laten, want dat is niet goed voor ze. Maar dat geldt natuurlijk voor alle gevelplanken. Je moet ze altijd droog opslaan. Even een klein dingetje, als je de planken gaat tillen, dan moet je ze rechtop tillen op deze manier. Zo. Hè? En niet andersom, want als je ze andersom gaat tillen, zo, op deze manier, dan kan het verf een beetje loskraken. Dus je moet ze echt op deze manier tillen. Zo, zo blijven ze lekker goed en dan zo vervoeren. Belangrijk dingetje, jongens. De zaagkanten moet je coaten met edge coating van James Hardy. Even lekker schudden. Oh, wat een mooie kleur. Lijkt wel net yoghurt. Goed stof vrijmaken natuurlijk. Doe ik gewoon met deze kwastjes. Ziet er gewoon goed uit. Oké, okay, dan gaan we hem nu erop zetten. Kijken of we goed hebben gezaagd.
Deze materiaal heeft een minimale uitzetting, maar het wordt wel geadviseerd om een uitzettingsnaad van 1 mm te houden. Ik zou dat gewoon doen. En nu is gewoon een kwestie van schroeven, heel simpel. Ik gebruik wel de meegeleverde schroeven, die zijn daarvoor bedoeld en ze zijn ook nog eens van RVS, dus dat roest niet. Wat me wel echt opvalt, dat spul niet zo makkelijk breekt. Bij andere platen is het wel zo, als je te hard schroeft, dan breekt je. Maar deze blijft gewoon echt sterk. Best wel onder de indruk hoor, hij. En dit is natuurlijk het mooie van dit spul. Als je goed start met je startprofiel, is de rest super makkelijk. Het wijzigt vanzelf. Het is nu eigenlijk alleen maar doorstapelen. Eigenlijk, het gaat bijna vanzelf. Je kan gewoon lekker naar huis doen en dat ding laten, zijn werk laten doen. Het mooie van deze planken is dat je ze zowel kunt schroeven als vastnagelen. En voor de pro's is het natuurlijk gewoon ideaal, want ze kunnen dan kilometers op een dag doen. Tussendoor even een bakje nemen. En je kunt het voor de doe-het-zelfer kan het gewoon schroeven. Maar mocht je toch willen nagelen als doe-het-zelfer, dan kun je natuurlijk gewoon dat ding gewoon huren. Ik zal laten zien hoe simpel dat gaat. Het is gewoon hop, klaar. En je moet wel even opletten, deze lijn hier, die moet precies recht lopen. Zo kun je jezelf controleren. Next. We gaan nu de laatste plank erop zetten. Je ziet dat we komen niet op een hele plaat uit. Maakt ook niet uit. Waar je wel voor moet opletten dat je wel een ventilatie uitlaat creëert van 1 centimeter. Vergeet dat niet. Het is echt zeer belangrijk. Die platen moeten goed kunnen ventileren. Nice! En dit is wat ik bedoel. Is dit geweldig, jongens? Zo, de laatste plankje zit erop. Het enige wat ik nu hoef te doen zijn de spijkergaatjes even een klein beetje tippen. Met een beetje verf. En voor de rest heb je 15 jaar garantie. Dus 15 jaar heb je er geen omkijk naar. En dit product gaat heel lang mee. En mocht je over 15 jaar een andere kleurtje willen geven, dan kan dat gewoon. Je hoeft het maar heel lichtjes op te schuren en je gebruikt wel de juiste verf ervoor en je kan het zo'n kleurtje geven. Perfect! Laat de zomer maar komen. Hey Kevin, ja. Kun je eigenlijk wel zien? Dit is niet veilig meer met die brillen zo, vriend. Als je niks hebt, je niet ziet waar je kan zijn. De laatste stuk zit erin. Is dit niet geweldig, jongens? Ik pak even een beetje water. En ik heb een beetje het water lekker warm gemaakt, want het begint toch best wel koud te worden nu, moet ik eerlijk zeggen. En is het eigenlijk alleen maar op deze manier schoonmaken. En dat gaat er heel makkelijk vanaf. Wow, dit ziet er echt mooi uit, jongens. Ik ben tevreden over. Nou mooi, dit ziet er goed uit. Ik ben echt zeer tevreden over het eindresultaat. We gaan zo meteen de onderste stuk gaan we bekleden en daarna gaan we naar achteren. Maar eerst... koffie! Oh,
Orola gbaja To gbo kukujo To bo se kunle To minu agbadanu Orori araye Edakun agbe Hier komen de James Hardy V-planken bij elkaar. En daarachter hebben we dus EPDM-band aangebracht. En dit is, zorgt ervoor wanneer er water tussen de naden ontsnapt, dat het gewoon afgevoerd kan worden en dat je niet een lekkage hebt. Dit is echt een belangrijk punt, dus dat moet je niet vergeten. En dat geldt natuurlijk voor alle planken. Hè? Dus maakt niet uit of dit plank is of een ander. Je moet altijd die band erachter brengen. Je moet altijd nadenken, als ik iets maak, is het wel waterdicht wat ik aan het doen ben. En dat je niet zomaar doorgaat zonder bij na te denken. All along, the rooms are getting smaller. I wonder why. Over de laatste dingetjes. Dan kunnen we nu plankjes schoonmaken. Want de eigenaar die komt zo. Dan gaan we even een beetje verrassen, want ik ben echt benieuwd naar zijn reactie. En dit vind ik echt het leukste, hè? Als je klaar bent en je gaat schoonmaken en je zit even een paar stappen achteruit en je kijkt naar het eindresultaat en je denkt zo, dat ziet er goed uit. Dan word je toch wel een beetje trots van, of niet? De eigenaar is onderweg. Ik moet even opschieten. Zo, wat plantjes. Een palmboom. En we hebben een beetje kleur nodig, want het begint lekker herfst te worden. Dus een klein beetje kleur kan geen kwaad. En natuurlijk een deurmatje, want hij is van harte welkom. Zo, dan komt deze mooie bloempot. En palmbomen. Vind ik altijd hele mooie bomen. Zo, dan gaan we deze hier. Een klein beetje kleur hier in deze tuin. Dat gaan we hier gewoon bij zijn voordeur neerzetten. Welkom of goodbye. Nou, als je het niet mooi vindt, dan zeg ik goodbye. Ik denk dat dit wel heel mooi staat hier zo. Zo, ik ben helemaal klaar. Koen is bijna onderweg. Ik moet even opschieten. Even kijken, zit mijn haar goed. Abdoe, pak eens even. Even kijken, wat is. Oh, daar is hij. Oh, daar is hij. Ja. Koen! Jezus, welkom! Ziet er goed uit. Ja, man. Hoe is het? Goed. Ja, goed, ja, goed, goed. Hoe vind je ervan? Ja, super. Kijk, man. Leuk, hè? Ja. Gaaf, gaaf. Kijk eens hoe mooi. Ja, dit is. Jouw huis is gelijk opgepimpt. Ik vind deze mooie plank. Dankjewel, dankjewel. En ik weet dat je nog heel veel moet gaan klussen, want je gaat nog een dakopbouw maken. Dat klopt, dat klopt. En je houdt van klussen, dus je moet je werk wel veilig doen. Dat klopt. Ja, deze gaat gelijk in de gereedschapskoffer. Goed zo. Ja, ja, ja. Nou, tevreden? Ja, heel tevreden. Het is dat ook wat je dacht? Beter. All along, the rooms are getting smaller. I wonder where they are. The days we had, the song we sang together. Oh yeah, and all my love, yeah, I'm holding on forever, yeah. Reaching for the love that seems so far, okay. So I say a little prayer, I hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast to find a place I love.